Zo, wij zijn opnieuw richting AZ Zeno uitgekomen. En dan weet iedereen ondertussen waarover we het gaan hebben. Naast mij Bart de Waele, directeur Zorg. Eerst even over de cijfers. Bart, gaat dat de goede kant uit? Het gaat, het blijft zo wat aan de stabiele kant. Het gaat niet naar boven, het gaat niet naar beneden. Dus op vandaag hebben wij een tiental patiënten in cohort en een tweetal patiënten jammer genoeg ook op intensieve zorgen. Golvend eet dat tegenwoordig, als ik het zo mag uitdrukken. Dat klopt. Het wisselt voortdurend, maar niet in grote aantallen. Er komt plus één bij of er gaat één iemand naar huis. Maar een echte daling zit er niet in. Anderzijds, de vaccinaties zijn begonnen voor de medewerkers van AZ Zeno. Hoeveel zijn er te gaan? Wel, wij hebben ongeveer een 900-tal medewerkers. Daar moeten ook de artsen bij gevaccineerd worden, dus we hebben wel eventjes te gaan. Die planning bestaat. Men weet wie wanneer aan de beurt is. De planning ligt vast, maar er is nogal wat variabiliteit in de aanlevering van vaccins. En dat maakt dus dat wij soms heel snel planningen moeten kunnen aanpassen. Vaccins komen er niet aan zoals het zou moeten dan? Er worden zaken, wij gaan uit van zaken die aangegeven worden door de overheid. Dat wordt soms wel op het laatste moment dan toch weer veranderd. En dat maakt het niet zo evident om een planning in koers te houden. Stel dat alles loopt als een fluitje van een cent. Wanneer denk je dan klaar te zijn met de inenting van de 900 medewerkers hier? Wel, wij hadden gehoopt eind februari alles te kunnen afronden, maar dat zal wel wat langer duren. Dus waarschijnlijk in de loop van de maand maart. Molenhoek vaccinatiecentra is ook klaar. In hoeverre is AZ Zeno betrokken daar bij de praktische uitvoering? Wel, wij zijn voornamelijk betrokken bij na te kijken hoe het proces in elkaar zit. Dus onze virologen zijn er ook heel nauw bij betrokken. Wij zijn ook langs geweest als ziekenhuis. En wij staan constant ter beschikking om onze expertise ter beschikking te stellen. Dus in principe gaat dat daar ook lopen zoals het moet? Uiteraard, dat is toch de bedoeling. We willen toch ook graag weten van André Trouvé, klinisch bioloog van het AZ Zeno, die eigenlijk hier een beetje de organisatie in handen heeft genomen. Hè. Gaat dat dan van een leien dakje lopen, meneer Trouvé? Wel, ik denk dat we nu op de goede weg zijn. We hebben eigenlijk vandaag kunnen we 100 vaccins zetten. We hebben ook vorige week een beetje vaccins kunnen recupereren via de woon- en zorgcentra. Volgende week krijgen we weer 200 vaccins. We halen 10% meer uit de vials, dus dat betekent dat we 10% meer kunnen vaccineren. Zodanig denk ik dat we volgende week hopen we dat we al de mensen die in de zorg staan kunnen gevaccineerd krijgen. Voor de eerste keer uiteraard. Die min 70 waar men vaak over praat, hoe makkelijk is dat te hanteren? Hoe makkelijk is dat in de gaten te houden? Dat spreken we eigenlijk over de vaccins van Pfizer. En die hebben wij niet gehad. Wij krijgen Moderna's. Die zijn toch een klein beetje gemakkelijker om te hanteren. En om te, zijn de? We zijn gewoon in diepvries. En gewoon een keer dat ze getrokken zijn, kunnen we ze gewoon bewaren in de frigo. Dus dat is wel zeer gemakkelijk. Veel gemakkelijker dan Pfizer uiteraard. Juist. De leek in de straat die hoort dus medicijnen en vaccinaties langs overal komen. En vandaag X, morgen Y en dan Z. Hoe staat een klinisch bioloog daar tegenover? Wel, het is natuurlijk zo dat alle firma's zijn nu bezig aan vaccins aan het maken. En het is aan de overheid eigenlijk om zo rap mogelijk zoveel mogelijk vaccins te recupereren om toe te dienen natuurlijk. Hè. Want in mijn spraken ze van juni, nu spreken ze al van september. De mensen worden het kots, beu, wij ook. Hè. Wij zijn heel blij dat we nu kunnen gevaccineerd worden. En dat we in 4, 5 weken kunnen zeggen, misschien wel die maskers af. En kunnen eindelijk een keer werken zoals dat vroeger was. En ik denk dat in de maatschappij ook zo moet zijn. De mensen worden het eigenlijk de overheid moet zo rap mogelijk handelen. Zo rap mogelijk. Zeg ik het fout of zeg ik het juist? Het gaat te traag. Het gaat te traag. Natuurlijk bestellen, tussen iets bestellen en krijgen is een groot verschil. En je kunt natuurlijk braaf zijn en zeggen, het zal wel komen. Maar we spreken ook uit ondervinding. Wij moeten vechten om maskers te krijgen in het begin. Wij moeten vechten om wissers te kunnen krijgen. Dus het is constant vragen. We vragen, want het aanbod is veel kleiner dan de vraag natuurlijk. Het is eigenlijk aan de mensen die blijven volharden, die dan de meeste kans krijgen om de producten te kunnen krijgen. Ik hoor dus 200.000 in België, maar ik hoor ook andere cijfers. 200.000, hoe bedoelt u? Ja, in Gent.
Nee, het zijn er al 300.000. Nou, 300.000, oké. Okay. 300.000, maar dokter, het is geen dokter, minister Van den Broek is, had er prat op, maar we zijn aan 3% van de volwassen bevolking. Dat is nog niet veel. Kan dat was mijn vraag, dus ik ken ook andere cijfers, hè? 2 miljoen, 2 miljoen en half, 3 miljoen enzovoort. We moeten vooruit, sowieso. Hè. We mogen niet altijd wegsteken achter slechte bestellingen, want we moeten echt vooruit. We moeten echt vooruit. Charlotte Elslander bij ons, verpleegkundige in het operatiekwartier. Jij bent de 156ste, zie ik, Charlotte. Ja, content dat ja, het zover is? Content, zeer content, ja. Naar uitgekeken? Ja, toch wel. Komt men werken met een zekere angst om God weet wat allemaal? Ja, zeker in het begin, omdat je niet weet wat er te wachten staat en wat er allemaal kan gebeuren. Dus het is wel geruststelling dat het vaccin er is. De eerste prik zit erin. Over 4 weken hoor ik net de tweede. En dan is het helemaal rond, als het ware. Hè? Ja, inderdaad. Ik denk het toch. Ik hoop dat, vooral. Hetgeen betekent, eerste prik gekregen. Nu moet je eventjes een kwartiertje eigenlijk bijkomen. Of is dat een overdrevende term? Nee, maar ik heb middagpauze, dus het is het ideale moment. Okay. Bedankt voor ons te woord te staan. Ja, geen probleem. Vanavond word ik wel een zaak. Liever ben ik in de kist dan weer een feestje gemist. Mexico, Mexico, o land van al mijn dromen. Komt u, laat uw billetjes zonder.